Welkom bij de Malle Tijden podcast. Hier bespreek ik elke aflevering opvallende ontwikkelingen in onze coronamaatschappij. Zo hebben de maatregelen ook een grote impact op de drugsector. En daar gaan we het in deze podcast over hebben. Drugscriminelen maken gebruik van coronacrisis. Verantwoord drugsgebruik door coronacrisis moeilijker. En drugsgebruik tijdens de coronapandemie. Dit zijn koppen van nieuwsartikelen met daarin eigenlijk hele verschillende informatie. Eigenlijk weten we niet hoe het er nou echt voor staat met het drugsgebruik in Nederland. En daar gaan we het in deze podcast over hebben. Ik bel met Daan van het Trimbos Instituut. Zij zijn een groot onderzoek gestart. En hij gaat mij meer vertellen over de vraag en aanbod. En de verslavingszorg en veiligheid. En ook bel ik nog even met mijn eigen vrienden om te checken of zij in deze tijd meer of minder behoefte hebben aan drugs. Daan, welkom. Fijn dat je er bent. Kun je me misschien even kort uitleggen wat jullie doen? Ja, het Trimbos Instituut is eigenlijk een soort RIVM, maar dan op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en verslaving. We verzamelen heel veel gegevens over geestelijke gezondheidszorg en over drugs, bijvoorbeeld alcohol en tabak ook. Ik werk op het terrein van drugs. Wij monitoren de markt, de illegale drugs onder andere, door het testen van drugs, het coördineren van het drugstest in ons land. Dat houden we allemaal bij. We doen ook zelf onderzoek naar trends in gebruik en nieuwe middelen die op de markt komen. En zo houden we een beetje bij voor wat zich allemaal afspeelt op het gebied van gebruik van drugs en trends daarin in ons land. Oké, dat is heel breed. Nu de coronamaatregelen er zijn, verandert er dan ook iets in? Er verandert veel. Het is sowieso voor ons, even los van de ellende van het coronavirus, is het voor ons een hele unieke situatie, omdat we dit eigenlijk nog nooit meegemaakt hebben. Een lockdown van een land, waardoor mogelijkerwijs, of vrij zeker eigenlijk, de toevoer van drugs naar een land en ook de export van drugs naar andere landen op zijn minst een stuk minder gaan worden. Testen van drugs, dat hebben we vanaf 1999 doen we dat gewoon elke week. Nu zijn we al 6 weken dicht, we hebben dat nog nooit meegemaakt. Is ook gelijk heel irritant, want we kunnen de markt nu niet volgen. Maar je ziet dus wel dat, dat zo gaandeweg, dat je wel wat dingen gaat zien als het gaat om de vraag naar drugs, maar ook het aanbod. Ik las heel verschillende dingen eigenlijk in op het nieuws. Zo kwam ik ook een krantenbericht voorbij dat drugscriminelen juist nu vrij spel hebben. Nou, dat tot nu toe, ik bedoel, de informatie die wij van de politie hebben, is dat dat niet het geval is. Want er wordt nog steeds van alles in beslag genomen, ook in de havens enzovoorts. En er worden ook nog steeds labs opgerold. Wat wel zo is, is dat op een gegeven moment, kijk, Nederland is nummer 1 producent van ecstasy en ook van speed, van amfetamine in de wereld. Die worden die worden eigenlijk altijd in enorme partijen worden die pillen gedrukt, geslagen. Ze kunnen daar nu geen kant mee op, behalve misschien hier in Nederland zelf nog een markt, maar de merendeel is ook wel voor het buitenland bedoeld. Ze kunnen daar geen kant mee op, dus waarschijnlijk zijn er nu gigantische voorraden van ecstasypillen, want ja, ecstasy kun je niet verslaafd raken. Mensen dat gebruiken dat voornamelijk om op feestjes en zo te gebruiken. We weten niet wat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk gaat het zou zomaar gedumpt kunnen worden, of dat het voor heel goedkope prijzen op de markt komt. We hebben geen idee, maar dat is wel een probleem. Want merk je veel verandering in de vraag? De vraag zien we langzamerhand wel wat verschuivingen. Je hebt verschillende groepen gebruikers. Als het gaat om recreatieve gebruikers, die wij met de drugstesten vooral zien eigenlijk, dan zie je dat eigenlijk op social media en fora en zo zie je dat veel mensen zeggen, nou ja, ik gebruik me even niet. Ze zijn er toch niet afhankelijk van en ze doen het eigenlijk alleen maar om uit te gaan of zo, of tijdens het uitgaan. Dus middelen als ecstasy en coke ook wel toch een beetje de wat socialere drugs. Als er geen feestjes zijn en festivals, dan is er voor veel mensen ook geen reden om het te gebruiken. Dus die stoppen dat gebruik gewoon. Het wordt al anders als je hebt ook een groepje van mensen, die eigenlijk wel vrij frequent gebruiken, maar nog net niet verslaafd zijn. Ja, daarvan zie je wel twee kanten op gaan. Enerzijds dat mensen doorslaan in hun gebruik. Omdat ze de hele dag niks te doen hebben, de hele dag thuis zitten en geen structuur hebben ook vaak. En je ziet ook een groepje die dan zegt van nou ja, ik was toch wel een beetje bezig met te denken van nou, misschien moet ik toch maar stoppen. En die stoppen gewoon hun gebruik. Dus dat is de tweede groep. En dan heb je eigenlijk nog een klein groepje, de hardnekkige gebruikers, de verslaafd, zeg maar, de heroïneverslaafden en base coke verslaafden. Die gaan het wel lastig krijgen voor zover ze geen behandeling hebben. Want we krijgen wel signalen, het verschillende plekken in het land, dat bijvoorbeeld heroïne
moeilijk te krijgen middels op straat. Geldt overigens niet voor overal. Ik sprak net een arts uit Rotterdam. En hier is alles nog gewoon goed verkrijgbaar. Maar bijvoorbeeld Zuid-Limburg is dat een ander verhaal. En hetzelfde geldt ook een beetje voor Basecoke. Dus dat, de groep probleemgebruikers van die stof. Wat we eigenlijk zien een beetje, dan gaan we wel richting aanbod, is dat voor cocaïne, dat natuurlijk uit Zuid-Amerika komt en verscheept wordt, want via de lucht gaat het sowieso niet meer het land in komen, maar via schepen nog wel, is dat er op dit moment nog niks aan de hand is. Bijvoorbeeld hier in de Rotterdamse haven komen ze nog steeds, worden ze nog steeds in beslag genomen en ook op straat is het nog aanwezig. Maar zo'n schip doet er gemiddeld 1,5 tot 2 maanden over om vanuit Zuid-Amerika in Europa hier in Nederland terecht te komen. Dus je zou een beetje terugrekenen, zou je kunnen zeggen dat we de komende weken dat cocaïne een schaars goed gaat worden. Dus dan gaat waarschijnlijk de prijs omhoog, de zuiverheid omlaag en dat soort dingen. Dus dat zijn dingen, we zitten nu een beetje in een soort tussengebied van alles is er nog wel, maar de voorraden beginnen hier en daar wat op te drogen. En dan is het heel erg interessant voor ons als onderzoekers om te kijken wat er dan gaat gebeuren. Ja, want misschien heel kort door de bocht, maar als er gewoon minder is, dan wordt er toch ook minder gebruikt. Dus dat is uiteindelijk dan positief, lijkt me. Dat zou je zeggen, ja. En dat zou inderdaad positief zijn voor de mensen die denken van nou ja, ik kan beter niet gebruiken. Maar we weten ook dat er een groep gebruikers is die wel zal blijven gebruiken. Ook thuisgebruik of in klein groepsverband. En die gaan dan op zoek naar alternatieven. Voor cocaïne bijvoorbeeld zijn er een heleboel varianten van cocaïne, synthetische varianten van cocaïne op de markt. Het zou zomaar kunnen zijn dat mensen toch iets stimulerends willen gaan gebruiken en dan dat soort middelen gaan gebruiken wat risico's heeft. Vooral ook omdat we heel weinig vanaf weten hoe dat, wat daarvan de risico's zijn op middellange en lange termijn. We weten het gewoon niet. Ja. En als het gaat om heroïne, want dat is eigenlijk nog veel zorgwekkender. Zoals je misschien weet, in Amerika en Noord-Amerika en in Canada is een ware heroïne-epidemie en een enorm misbruik van zware pijnstillers. Dat is echt een gigantisch probleem daar. Het zou zomaar kunnen zijn dat als de illegale heroïnemarkt opdroogt, dus dat er geen heroïne meer te krijgen is, dat een grote groep mensen die niet in de verslavingszorg zit en bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor methadon, overstappen naar die zware pijnstillers zoals fentanyl en tramadol en oxycodon. En dat zijn zware pijnstillers, zijn ook zeer verslavend. En voor fentanyl geldt bovendien dat je maar een heel klein beetje nodig hebt voor een gigantisch effect. Dus dat zijn dingen die ons wel zorgen baren op dit moment. Ja, dat zijn dan echt, dan hebben we het over de risico's van de harddrugs. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar geldt het ook voor bijvoorbeeld alcoholgebruik en softdrugs? Merk je daar ook in dat er een toename is omdat mensen bijvoorbeeld meer thuis zitten en afleiding zoeken? Voor softdrugs weet ik dat niet. We hebben een onderzoek uitgezet en ik kende de resultaten niet van. We weten wel dat voor alcohol wel geldt. Kijk, als mensen, het geldt niet voor de mensen die af en toe alcohol drinken, maar wel mensen die flink doordrinken. En daar hebben we in Nederland heel veel van. Het zijn vaak mensen die nog wel functioneren. Ze hebben nog werk en ze gaan elke dag naar hun werk enzovoorts. En dan gaan ze drinken op het moment dat ze thuiskomen. Maar dan ook alweer stoppen op tijd, want de volgende dag moet er weer gewerkt worden. Dus die hebben nog een bepaald ritme in hun leven, een bepaalde regelmaat. Maar ja, omdat heel veel mensen nu aan huis gekluisterd zitten, vaak ook alleen of met een partner, is dat ritme helemaal weg. Zeker als je zelfs niet eens hoeft thuis te werken, maar gewoon geen werk hebt en thuis zit. Ja, dan is het dus heel makkelijk voor die groep, of beter gezegd heel moeilijk voor die groep, om niet al eerder op de dag te gaan drinken of een glaasje extra enzovoort. Dus daar verwachten we wel van dat als deze situatie voorbij is, dat er wel meer mensen zich zullen aanmelden bij klinieken voor hulp, voor alcoholmisbruik. En dat is wel een reëel probleem. Ja, dat zijn wel echt grote gevolgen waar je dan misschien in eerste instantie niet zo snel aan denkt. Als ik voor mezelf spreek, dan had ik nooit verwacht dat dit ook daarop zo'n grote impact zou hebben. Ja, en kunnen jullie op dit moment daar nog enige hulp in bieden? Want ik kan me ook voorstellen dat het voor verslaafden een deel van hun hulp bijvoorbeeld wegvalt, omdat ze niet bij een kliniek terecht kunnen om er iets te zeggen. Nou, ik werk natuurlijk niet zelf in de verslavingszorg, maar ik weet, omdat we dat onderzoeken, de verslavingszorg, dat het beeld verschilt een beetje door het land heen. Sommige plekken gaat de hulp gewoon door, zij het met de afstand van 1,5 meter, of als het even kan online.
Maar als je echt daadwerkelijk iemand wil spreken, face-to-face, dan is dat vaak wel mogelijk. Maar in sommige steden gebeurt dat niet. Is alles online en op een laag pitje. En worden bijvoorbeeld ook geen nieuwe cliënten aangenomen. Omdat bijvoorbeeld als je een behandeling wil starten voor methadonverstrekking bijvoorbeeld, of heroïneverstrekking kan ook, dan is er altijd een lichamelijk onderzoek onderdeel van de screening, van de intake. Dat wordt niet, in sommige steden niet meer gedaan. En dan krijgen mensen dus niet de zorg die ze zouden moeten hebben. En dat is natuurlijk op termijn ook zorgwekkend. Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. En als we het dan over verslaafden hebben, die hebben natuurlijk normaal nog plekken waar ze gecontroleerd kunnen gebruiken. Of bijvoorbeeld dagbesteding. Valt dat ook helemaal weg? Dagbesteding is zo goed als helemaal weggevallen. Alleen zijn er nu initiatieven gestart om nu dagbesteding vanuit huis te doen. Voorheen was dat natuurlijk gewoon ergens op straat of bij een bedrijf waar je dan overdag kon werken en kreeg je wat geld. Niet te vergeten is dat ook dat sommige mensen afhankelijk zijn van het bedrag. Dus die hebben wel een probleem gekregen. Gelukkig wordt het vaak doorbetaald. Maar bijvoorbeeld wordt er nu ook wel gedacht aan alternatieve vormen van dagbesteding, namelijk gewoon werken aan huis, bijvoorbeeld computers repareren of wat dan ook. Dus daar worden wel alternatieven voor gevonden. En voor gebruikersruimtes, de ruimtes waar inderdaad gecontroleerd en onder supervisie mag worden gebruikt, zijn dingen aangepast. Het is nog steeds, ze zijn er nog steeds, ze werken nog steeds. Alleen veel minder openingstijden en veel minder mensen in dezelfde ruimte en dat soort dingen. Dus er zijn wel aanpassingen, maar eigenlijk kun je zeggen dat de meeste voorzieningen nog wel draaien, maar wel sterk aangepast. En dat gaat nu allemaal nog vrij goed. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen hoe de situatie is als we hier nog 2-3 maanden in deze situatie zitten. Want dan zijn mensen het volgens mij wel echt zat. Ja, ik kan me ook voorstellen dat veel mensen denken, oh, ik kan nu niet naar feesten, ik kan niet naar festivals, ik ga hierna helemaal de grens opzoeken. Ja, die kans is aanzienlijk. Het is natuurlijk ook logisch. We zijn natuurlijk een heel rijk land met heel veel culturele events elk jaar en heel veel feesten enzovoort en festivals. Ja, als dat ineens wegvalt, dan is dat, dat is een tijdje te doen, maar op een gegeven moment gaat dat wel een beetje wringen. En zo, dus op het moment dat die maatregelen versoepeld worden of dat festivals of feesten of feestjes misschien weer mogelijk zijn, is de kans groot dat mensen weer losgaan. Dat klopt. Een soort inhalen manoeuvre. Ja. Dus eigenlijk wat je vertelt, het gaat een beetje alle kanten op. Het blijft nu voornamelijk toch bij verwachtingen. Maar wat wel gewoon zeker is dat het voor toch wel de echt verslaafden deze maatregelen grote risico's met zich meebrengen. Dat klopt. Tenzij voor verslaafden niet in behandeling zitten. Want het is wel zo, als je dus verslaafd bent aan heroïne of met name heroïne, daar heb je in Nederland heel veel behandeling voor. En die is nog steeds toegankelijk voor mensen die al in de behandeling zitten. En daarvan zie je ook wel een beweging van dat ze, dat hoor ik ook vanmorgen trouwens, was ook wel interessant, is dat sommige mensen zeggen, ik wil niet zoveel op straat, want ik heb geen coronavirus opdoen. Dus ik beperk mijn gebruik alleen maar tot wat ik krijg van de instellingen. En dus is dat ook wel weer een positief iets. Maar er zijn natuurlijk ook veel, of betrekkelijk veel mensen, we weten niet hoeveel precies, maar er zijn een hoop mensen die allerlei middelen illegaal krijgen. Heroïne, methadon, al dat soort pillen, dingen. Als die markt opdroogt, dan is het de vraag wat er gaat gebeuren. We krijgen nu al signalen dat mensen soms op straat moeten afkicken omdat ze gewoon geen heroïne meer kunnen krijgen. En als je dat niet krijgt en ook geen vervanging daarvoor en ook geen vervangende medicatie of zo, dan zijn dit toch wel schrijnende situaties. Ja, absoluut. Nou ja, ik denk dat het goed is dat we hier zo even over gesproken hebben, want ik denk dat toch veel mensen niet beseffen dat het ook dus op de drugssector een grote invloed heeft. Ja, mag ik nog iets zeggen? Want, ja, natuurlijk. Wij testen dus drugs en we zijn half maart dichtgegaan. Sindsdien kon niemand zijn drugs meer laten testen. Maar gelukkig gaan we nu vanaf deze week en komende weken gaan we dat uitbreiden. Dat er weer mogelijkheden zijn voor mensen om hun drugs te laten testen. Beperkt, maar het gaat weer wel kunnen op steeds meer steden van ons land. En daarmee krijgen we ook een beetje zicht op hoe de pillen en poeders er tegenwoordig uitzien. De samenstellingen, want Nederland had heel lang een hele stabiele markt voor ecstasy en ook voor coke.
Maar we zijn benieuwd hoe dat zich de komende weken en maanden gaat ontwikkelen. De kans is groot dat veel meer vervuilde drugs te maken gaan krijgen. Oké, dus het is goed voor mensen ook om te weten dat ze dus wel weer hun drugs kunnen laten testen. Ja, dat kunnen ze. Ze kunnen nagaan op drugs-test.nl. Daar staat het overzicht van de inleverpunten, zoals we ze nu noemen, waar mensen hun drugs kunnen inleveren. Dus ze krijgen geen gesprek en al dat soort zaken, maar ze kunnen hun drugs wel inleveren om bij ons te laten testen. Fijn dat wij er even zo over hebben kunnen praten. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En succes met het onderzoek en hopelijk komen we hier allemaal beter uit uiteindelijk. Oké, een hoop informatie. Ik zet de belangrijkste punten voor je op een rijtje. Daar waar partydrugs zoals ecstasy nu minder gebruikt worden, omdat er geen feestjes en festivals meer zijn, wordt er thuis nu meer alcohol gedronken. Er wordt verwacht dat illegale drugs uit het buitenland moeilijker zullen worden te verkrijgen. Vooral coke en heroïne zullen schaars worden. Wanneer er een tekort aan coke en heroïne ontstaat, zullen deze drugs vaker versneden worden en minder zuiver op de markt komen. Bij een tekort aan coke en heroïne zullen verslaafden dan sneller op zoek gaan naar gevaarlijke vervangende middelen. Er worden momenteel geen drugstesten gedaan en hierdoor is het gebruik gevaarlijker. Er is thuis minder sociale controle, dus een toename van gebruik en het ontwikkelen van een verslaving ligt op de loer. Het is natuurlijk logisch dat de drugsector ook wordt beïnvloed. Ik had alleen nooit verwacht dat de risico's en gevolgen zo heftig zouden zijn. Zelf merk ik er namelijk niet echt veel van. Ik heb wel sneller de behoefte om toch een glaasje alcohol te drinken als het door de week is. Want dat maakt nu niet echt veel uit. Maar ik ben wel benieuwd hoe mijn vrienden daarover denken. Hey schatje. Hey, luister, ik heb een paar stellingen voor je en je mag gewoon eerlijk antwoord geven. Laat maar los. Ik heb in deze tijd meer behoefte aan alcohol en drugs. Ergens wel en ergens niet. Weet je, het voelt als een soort van nodige stop die ik soort kleine wel nodig had in mijn leven. En dan kan ik niet zeg maar, ik kan niet ontkennen dat ik het, zeg maar, die stop echt moet gebruiken. Maar aan de andere kant denk ik ook van, what the fuck ga je else doen? Dus dat. Ja, een beetje van beide. Soms wel, soms niet, maar het is wel aanzienlijk minder. Oké, dit is een soort natuurlijke detox voor jou. Ja. Nou, ik drink wel af en toe een wijntje thuis. Gewoon omdat ik het lekker vind. Maar niet dat ik helemaal dronken ga. Oh ja, maar wel misschien vaker door de week of zo. Ja, ja, omdat je de volgende dag niet vroeg uit je bed hoeft om op je werk of op school te zijn. Dus ja, je kan wel iets meer uitslapen. Volgende. Als alles weer mag, ga ik helemaal naar de kloten. Oh, fucking hell yeah. Sowieso. Alles inhalen. Alles inhalen. Het gaat gewoon helemaal mis. Nou, ik denk wel dat ik heel veel feestjes ga pakken. Maar ik denk wel dat ik het meer voor de gezelligheid doe. En niet voor de drank weer en de drugs. Dat is dan meer een soort van wat erbij komt kijken of zo. Als je dan naar een festival. Laatste stelling. Door de maatregelen ben ik anders gaan denken over alcohol en drugsgebruik. Ja, ik denk het eigenlijk wel, want ik heb eigenlijk nu geen katers meer en dat vind ik heel chill. Oh ja, nee, je hebt niet meer dat je op zondag denkt, I hate my life. Nee, ik kan nu gewoon op zondag gaan sporten. Het is nu veel moeite meer om drugs te gaan krijgen. Ja? Heb je het toch geprobeerd? I tried. Oké, nou, ik spreek je snel weer. Bye. Doeg! Nou, over mijn vrienden maak ik me nog niet echt zorgen. Maar wel is het belangrijk om je te realiseren dat er door de coronamaatregelen echt wel meer risico's zitten aan het gebruiken van alcohol of drugs. En merk je nou dat je zelf een probleem aan het ontwikkelen bent of iemand in je omgeving misschien problemen heeft met alcohol of drugs in deze tijd? Neem dan zeker even contact op met de hulplijn van Trimbos of een andere instantie. Want hoe cheesy het ook klinkt, samen komen we wel echt door deze tijd heen. Ik zie jullie in de volgende podcast.